Oh, mijn god, de spannen de vier. Nee, nee. Ah. Oh, mijn god. Ik heb echt nog nooit zoveel bijen. Zoveel bijen bij elkaar gezien. Ik ben ook echt een ei. Ik heb het al die tijd fout gehad. Oh, wat heb ik gedaan? Wat is kwast? Kwast is... in beweging. Wat heb je gedaan hier? Wat heb je gedaan? Niks, er is toch niks veranderd. Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag, jongens, zijn wij wedergekeerd in Content Veen. En ik sta hier op het winkeleiland omdat ik heb mij iets bedacht. Dat kwam echt heel raar uit. Ik ben hierheen gegaan om iets te kopen en om iets te checken in mijn winkel. Maar ik heb helemaal geen diamonds meegenomen. Dus ik dacht... wat nou als ik gewoon even een ender chest hier neerzet en dan ook eentje thuis en dan daar weer al mijn diamonds er zo in doe? Dan heb ik hele goede toeien. Maar ik heb helemaal geen ender chest. Dus dat gaan we gelijk even regelen deze episode. En ik heb ook helemaal nog geen netheravontuur of zo gedaan. Ik heb letterlijk maar alleen de nether ingegaan om naar andere mensen heen en weer te gaan, maar voor de rest nog nooit überhaupt op avontuur geweest. En het is zelfs erger dan dat. Ik ben nog nooit van ik ben nog nooit van dit kasteel weg geweest. Ik ben altijd, als ik in de nether was, was ik alleen maar op dit kasteel. Wederom hoef ik er eigenlijk nu niet af, want ik heb alleen blaze powder nodig voor een ender eye en die vind ik ook op dit kasteel. Altijd die rot blazer skillen en nu heb ik ze eindelijk een keertje daadwerkelijk nodig. Hallo! Ik heb alleen geen shield meegenomen voor jullie stinkel. Oké, ik heb er gewoon 2 à 3 nodig of zo. Oh, mijn god, de spannen de 4! Nee! Nee! Ah! Au! Oeh! Ik ga weg, ik ga weg. Doei. Doei, 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 doei. Anders ga ik dood, anders ga ik dood, anders ga ik dood. Ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Hit me niet. Ah. Nou, trouwens, ik ga niet dood, ik overleef. Oh, ik wilde net niet de netherportal in. Nu ben ik in één keer weer hier in de jungle. Ja, ik overleef het al. Gewoon in mezelf geloven en dan overleef ik het. Ik ga niet settelen met maar 1 blaze rot. Heb ik trouwens niet meer blaze rots al? Nee, want ik heb zojuist achievement gekregen. Relieve blaze of it's rot. Ja, dus dat heb ik nog niet eerder gedaan. Ah, maar laten we er wel 2 regelen. Auw! Ik heb echt een schild nodig. Hoeveel blaze... oh, je krijgt 2 blaze powder eruit. Dus dit zou eigenlijk genoeg moeten zijn. Oké, het zijn er weer 3. 1. Auw. 2. 3. Ja, dit is genoeg. We gaan er weer vandoor. Aangekomen in de base met het grote kasteel. Hallo, Dikkie Dik. We gaan even kijken of ik enderpearls heb. En hoeveel. Ik heb er maar 1. Oké, dat wordt toch wel endermens gaan killen, ja. Ik kan er wel blaze powder van maken. Dat is alvast top. Maar ik heb nog 7 enderpearls nodig voor 1 enderchest. En dan wederom 8 nodig voor het tweede. Het leuke is, je hebt 1 enderchest is wel mooi. Maar in principe heb je daar helemaal niks aan. Kan net zo goed, zeg maar. Als je 2 enderchests hebt, dan zijn ze pas nuttig voor mijn gevoel. Dus laten we even kijken of we in de nether ook gelijk wat endermens kunnen killen. Want ik denk dat ik die daar het meest ga zien. Dan moet ik even naar die ene, die blauwe biome. Weet ik veel hoe die heet, hè? Blauwe biome. Blauwe nether biome. Hey, ik Maxi van de toekomst. Ik heb er helemaal niet zoveel nodig, zoveel enderpearls. Maar daar kom ik later achter. Ik kom er later achter dat ik maar 1 enderpearl nodig heb voor 1 ei of ender en niet zoveel. Het gaat een heel avontuur zijn en ik kom er echt veel te laat achter. Dus je hoeft niet nu in de reacties te gaan plaatsen. Max, je hebt helemaal niet zoveel enderpearl. Nee, niet plaatsen. Niet dat in de reacties plaatsen. Ik heb het zelf wel door. Dankjewel. Als je je trouwens afvraagt waar mijn brandbreker is, die heb ik even in mijn kist gedaan, want die was bijna stuk. Ik kon echt nog maar 10 blokjes ermee hakken of zo. Maar ik had nog niet genoeg levels om hem te repareren. Overigens zat hem... er staat mending op. Wacht eens even. Tuurlijk, dan heb ik helemaal geen levels nodig. Dan kan ik gewoon met mending repareren. Allright, dan gaan we dat zo meteen ook even doen. Ik ben ook echt gewoon niet heel slim bezig. Kijk, dit is precies degene die ik nodig had. Oh, ik heb zoveel geluk. Ik loop ook gewoon echt 1 random kant op. Ik kon het letterlijk aan mensen vragen. Er zijn er genoeg online. Maar ik loop er zelf al gewoon heen. En volgens mij spannen hier de meeste endermens. Hey, ligt het aan mij, jongens, of horen hier gewoon endermensen spannen? Of ben ik dan ineens een hele eigen Minecraft noob en haal ik 2 verschillende biomes door elkaar? Nee, kijk, daar hebben we er al 1. Ik wist het. Oh man, hij dropt ook gewoon niks. Man, zoveel moeite. Ja, er is er weer 1. Ja, hij dropt er 1. We hebben hem. Oeh, Toos heeft 10. Toast Matroos Mika, die heeft gewoon 10 enderpearls. Misschien kan ik ze kopen. Gaat me heel veel tijd besparen. Deal, top. We hebben een deal. Ik kom eraan. Ik ga er nu heen. Oh nee, ik ben onderweg naar huis. En ik sta op zo'n platform. En er staat zo'n beest op. Hoe gaan we dit doen? Ik heb een idee. Kom maar, ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Dat gaan we doen, hè? Pas zo ver. Ja, let op. 1, 2, hoppakee. Oh, er was er nog 1. Hey,
Hoe Tourist Destination. We hebben vet veel levels gekregen hieruit. Ik wist niet dat achievements je levels gaven. Nou, dan zijn we een keertje aangekomen in de plek waar we nog nooit geweest zijn in Content Veen. Namelijk de plek van Nathan en Mika. En het ziet er wel heel gezellig uit hier, moet ik zeggen. Hey. Hallo. Dus de verkeerde toos. Hey, ik ben heel eerlijk mijn diamonds vergeten. Dus die krijg je nog van me. Ja, prima. Wat een. Ik ben hier echt nog nooit geweest, hè? Nee, dat kan kloppen. Wat is dit? Dit is onze lift vanuit beneden naar boven. Als we de berg op willen. En waar is beneden? Hoe kom ik naar beneden? Oh, je kan beneden moet je gewoon lopen, zeker? Ja, gewoon lopen, ja. En dan... Wat hebben jullie beneden dan? Jullie zitten beneden echt hoog. Is dat ons oude beest. Ja, klopt. Wow, wat is dit? Is onze bijengebied. Oh. Dat ziet er echt heel cool uit. Wacht, wil ik even zien, hè? Oh my days. Dit is echt... Hoeveel bijen... Hallo! Ja. Hebben jullie... Hallo. Hoeveel bijen hebben jullie? Een heleboel. Oh mijn god, ik heb echt nog nooit zoveel bijen. Zoveel bijen bij elkaar gezien. Waarom hebben jullie er zoveel? Ja, geen idee. Jezus, wat veel bijen. Wat lijp. Oké, dus als ik een keer iets van bijenspeel nodig heb of zo, bloemetjes, dan moet ik naar jullie toe. Dan hebben wij dat zeer waarschijnlijk inderdaad. Oh mijn god, hé. Maar 10 enderpearls, zei je, heb je dat is het enige wat je hebt? Ja, dan, we hebben de 10 en dat is eigenlijk tot nu toe het enige wat we hebben. Oké, dan krijg je 2 diamonds van me. Die hou je even te goed. Ja, prima. Die kan je wel een keertje op kan halen wanneer je wilt, want bij mijn base ben ik toch... Of je pakt ze gewoon uit mijn kist, dat kan ook. Althans, nee, want ik ga ze nu in mijn energies leggen, dus. Ja, ik kom zo. Alright. Hey, dankjewel voor de prachtige deal. Ja, geen probleem. Nou jongens, kijk eens wat een mooie deal we gedaan hebben. Gaan we over de brug, gaan we terug. En wat veel bijen hebben zij, zeg. Dat is echt niet normaal. Wat is het toch altijd lekker om na bewijzen van een avontuur in de Nether of zo terug te komen bij je eigen basis en dan de deurtjes dicht te doen achter je en dan lekker veilig in je... Oh, dat vind ik zo fijn altijd. Dan moet je nagaan als dit kasteel af is, dat we dan ook lekker veilig hier binnen kunnen zijn. Dat is gewoon zo amazing, jongens. Er is echt geen chiller gevoel dan dat in Minecraft. Alright. Wij hebben 12 in totaal. Dat niet genoeg. Ik ben ook echt een ei. Ik heb het al die tijd fout gehad. Oh, wat heb ik gedaan? Jullie zullen het al lang door hebben gehad. Maar mijn brein dacht dat ik dit zo moest doen voor een ender-eye. Natuurlijk niet. Dat moet met obsidian en de ender-eye in het midden. Nou, dat is leuk. Leuk avontuur dus voor... Ja, helemaal scheid gewoon. Oh, mijn days. Waarom wilde ik er zoveel? Hoe heb ik dat niet doorgehad? Nu hebben we obsidian nodig. Laten we gelijk even mijn brandbreker meenemen. Want die kunnen we dan repareren. Obsidian is wat moeilijker te verkrijgen in de nieuwste Minecraft update. Omdat die caves gewoon wat moeilijker zijn. Maar dat is voor ons geen probleem. Wacht eens even. Ooga booga ooga booga. Reno en ik hadden hier een bosbrand in de allereerste livestream door dit lavapoeltje. En ik kan dit toch gewoon voor obsidian gaan gebruiken gelijk. 1, 2, hotseflat! Nou, is dat niet eens even makkelijk? Is gelijk dit lava weg hier? Alle mogelijkheden voor een andere nieuwe bosbrand zijn ook dan ontnomen. En dan kunnen we... Wacht, ik ga eens even checken of het veilig is. Kunnen we gelijk lava hakken? Lava hakken. Mijn brein. Maar ik wil dat met de... Ik ga eerst de brandbreker even repareren in een cave. Hier. Hallo? Kan ik hier kool vinden of zo? Of redstone? Hallo? En trouwens, dat komt later wel. We gaan wel dan de Nether weer in. Hoppakee, 17 obsidian. Dat gaat precies genoeg zijn voor... Althans, precies genoeg. Zelfs iets meer dan genoeg voor 2 verschillende ender chests. 1, 2, hatseke. Hatseke? Hatseke. Hatseke. Hatseke wilde ik waarschijnlijk zeggen. En dan plaatsen we die hier. Oh, wat ben ik hier blij mee. Laten we daar gelijk al mijn diamonds in douwen. Dan heb ik ze altijd bij me. Laten we dan nu het winkeleiland faciliteren met een prachtige ender chest. En eigenlijk bedoel ik dan vooral gewoon mijn eigen winkeltje. Auw! Auw! Nee! Nee! Stop! 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 Auw! Oh mijn god. Winkel van Anne heeft er al een. Haha, maar de winkel van voren nog niet. Dus mijn winkel is 1 stap vooruit. Mijn winkel doet het beter dan de winkel van voren. Want mijn winkel heeft een prachtige ender. Waar ga ik hem plaatsen? Waar ga ik mijn enderchest plaatsen? Hier. Hoppakee. Een enderchest. We hebben hem. Zo, dus kunnen we nu voortaan. Oh, alles is verkocht. Yes. Nog niemand kopen mushrooms. 6 diamonds erbij, jongens. Oeh, dat betekent dat we mijn winkeltje weer even moeten gaan bijvullen. Want alles is gelijk helemaal leeg gekocht. Kingdom content. Bedankt degene die al het hout heeft gekocht uit de winkel. Ik ga heel even snel langs bij Kingdom Koud. Zo is de kingdom benoemd van Justin en Robin. Die hebben hem blijkbaar ook een naam gegeven. Dat heet nu Kingdom Koud. En dan gaan we heel even op bezoek. Want je spant tegenwoordig als je uit een enderportal komt. Netherportal gaat altijd door elkaar. Kom je in een iglootje terecht en dan boom. Nou, dit ziet er toch leuk uit, jongens. Dit is toch amazing met een pad naar een longhouse hier. Hebben ze een hele muur zo gedaan aan allebei de kanten. Je kan er zo overheen klimmen, maar het is gewoon een siermuur. Nou, je binnen moeten ze nog veel doen. En dan hebben ze hier een
dorpje. Wat letterlijk nog niks is. Maar ze zijn goed op weg. Kingdom Code heet het. Wat een rotnaam. Zeg ik terwijl mijn Kingdom content heet. Laten we nu even mijn brandbreker repareren. Want ik kan letterlijk nog maar 7 blokjes ermee hakken. En dat is echt niet goed, jongens. Dat is serieus heel slecht. Na veel beesten killen, veel kwartzakken, is mijn pickaxe gewoon weer bijna helemaal gerepareerd. Nu moet er nog even een breaking opgezet worden. Anders ben ik hem binnen no time gewoon weer kwijt. En dan moet ik weer opnieuw de nether in. Enige is, het wordt niet echt ergens verkocht. Je kan het bestellen bij Forden, maar er is wederom niemand online. En ik wil het gewoon eigenlijk nu hebben. Dus tenzij er ineens op een magische manier Rick of Bram joint, of Olaf, dan moet ik even aan mijn eigen unbreaking komen. Kan jij niet gewoon unbreaking voor me gaan verkopen? Dat ik gewoon papiertjes aan je geef en op een gegeven moment komt er een tweede boekje vrij met unbreaking. Ik ga het gewoon proberen. Ja, hij staat levelen. Kom op. Level, level. Wat ga je me geven? Blast Protection 1. Bleh. Waarom moet je nou eens zo een vieze, lelijke enchantment geven? Weet je wat, we houden het bij jou lekker gewoon bij je, wat is het? Efficiency 5. Die is goed en de rest wat je allemaal doet is nee. Ik vind dat kwast ook nog even een zadel en dat armor aan moet krijgen, hè, jongens. Dan, ja, dat is het ding. Dat heb ik niet. Dus wil ik eigenlijk even kopen. Dat ga je misschien in een nether avontuur, kan je dat wel weer regelen. Maar ik ben al te veel naar nether geweest deze aflevering. Ik heb een prachtig idee, jongens. Ik heb echt een prachtig idee. Ik ga even wat meer eten meenemen. Zo, 54. We nemen een bootje mee. En dan zie ik jullie bij het winkeleiland. Kijk, ik dacht, we hebben een bootje. We hebben het winkeleiland. En we hebben echt een hele grote oceaan hier waar we altijd tegenaan kijken. Als ik nou gewoon 1 en 2 had. Oké. Oh, ik plaats het bootje, maar ik vergeet erin te springen. Zo erin ga. Op avontuur ga. En ik zoek gewoon even naar van die prachtige verlaten schepen. Van die gezonken schepen. Kijk, hier hebben we ons eiland waar we spannen met z'n allen. En ik haal daar gewoon loot. Dan volgens mij kan ik daar ook zadeltjes in vinden. Of een treasure map. En misschien dat ik dan een zadel vind. We gaan gewoon even op avontuur. En dan zien we jullie zo bij een schip. Wederom Max hier van de toekomst. Je kan helemaal geen zadels vinden in shipwrecks. In gezonken boten of in die tempeltjes. Dat is niet mogelijk. Kom ik later wederom achter. Dus je hoeft het wederom niet te commenten. Of er te reageren dat ze er niet in zitten. Ik weet het. Dankjewel. Nou, ik heb wel een tempeltje gevonden als het ware. En er is daar zo'n mega monument. Enig is, ja, dat monument is gewoon... Daar ben ik te zwak voor om dat op het moment te doen. Maar wie weet vind ik hier wel goede toeën. Even kijken wat hier allemaal is. Hey, een buried treasure map. Ja, ja. Buried geen... Nee, we hebben in ieder geval een treasure map. Dat is goed. Ah, we hebben lucht nodig. There you go. Oké. Okay. Ja, dit gaan we doen. Dit vind ik leuk. Een schatkaartje. We hebben gewoon een schatkaartje. Alright, laten we hem even gaan oplossen. Oh mijn god, ik ben wel heel ver. Mijn stippie is helemaal links onderin op die kaart is mijn stippie. Dus dit gaat nog wel even duren om het te vinden. Oh, maar volgens mij is dat een schip. Ja, dat wil ik eigenlijk eerst doen. Dit is waar ik origineel voor kwam, jongens. Kom op, kom op. Curse of Vanishing, Curse of Binding, Curse of Vanishing. Nou, potions, potatoes kunnen wel handig zijn voor mogelijke... Nou, potions, daadwerkelijk. Maar ik wil eigenlijk even een zadel, jongens. Kan je dat vinden, een zadel in zoiets als dit? Het is een beetje een rare plek nu ik het zo bedenk om een zadel te vinden. Nog een treasure map en best wel wat papier. Nou, oké, okay, prima. Oeh, deze nieuwe die lijkt me makkelijker. Dit is wat meer op het water. Die andere was echt met heel veel land en zo. Dus moest ik veel te veel gaan zoeken. Laten we kijken of we deze kunnen vinden. Kijk, jongens, we zijn dichterbij. De map wordt al een beetje blauw. Dus dat betekent dat we in de buurt komen. En dat kan ook wel, want hier is land. En het was bij allemaal eilandjes. Oh nee, dat zit wel onder water. Oh, maar deze, ik dacht dat het legit eilandjes waren. Ah, het is daar waarschijnlijk, bij dat zandpuntje, gok ik. Oh my, deze, dat betekent helemaal niet dat die ander ook bij het land zit. Hè, ik dacht dat die map zo werkte, maar dat is dus gewoon mijn rare filosofie of zo. Oké, hier is het. Oh, we hebben mining fatigue. Oh, dat was ik vergeten. Kijk hoe traag dit gaat. Zo kan ik nog geen schat opgraven. Heb ik melk bij me? Nee, ik ga een koe zoeken. Hallo? Ik heb 1 koe nodig. Anders moet ik namelijk nog 2 minuten wachten. Tegen dat ik een koe heb gevonden zijn de 2 minuten al lang voorbij, maar we zoeken een koe. Hey, Dark Oak. Dat betekent dat deze biome hier voor mij is. Alle Dark Oak in deze hele wereld heb ik geclaimd, jongens. Alles wat ik hier vind is voor mij. Behalve alles wat daar in die jungle is, want dat is weer niet voor mij. Koetje, hallo? Ik heb 1 koe nodig. Waar ben je? Dan kan ik je melk even drinken. Nou, weet je, we wachten wel gewoon tot de mining fatigue voorbij is. Huh? Nee! Hij is al geloot. En ik hier... Hoe heb ik dat niet gezien? Ik kwam hier aan. Ik doe zo en ik loop door. En hij blijkt dus al... Oh man, al die moeite. Al die moeite voor niks. Bleh. Tot ziens, treasure map. Mensen hebben hem al geloot. Weet je wat? Dan gaan we wel door naar de volgende. Hey, carrots hebben we ook. Top. Ik heb een nieuw bootje gevonden, jongens. En dan hebben we nu carrots. Oeh. En ik heb in het vorige bootje ook pompoenen gevonden. Dus in principe, al vinden we geen zadel, vinden we wel andere nuttige dingen. Oeh. Even heel veel ijzer. Kijk, dat kon ik ook wel netjes gebruiken, hoor. Dat heb ik wel nodig. Ik heb het even opgezocht. En blijkbaar kan ik helemaal geen zadels vinden in treasure chests.
Dus we gaan gewoon weer terug. Voordeel is dat ik wel heel veel andere onzin bij elkaar heb kunnen rapen. Zoals al die armor en zo. Dit kan wel weg, deze axe. Doei! En allemaal andere troep gewoon bij elkaar geraapt. Dus dat is wel leuk. Wat nieuw ijzer, wat nieuw kool, wheat, pumpkins, carrots. Ja, noem maar op. Ik ga wel gewoon een mineshaft of zo zoeken. En dan zie ik jullie daar. En hopelijk vind ik daar gewoon zo'n stink, stink, stink saddle. En anders moet ik toch terug naar de nether. Maar daar heb ik echt geen zin in. In plaats van dat ik jullie de hele mine-sessie heb laten zien, heb ik het gewoon gedaan. Ik kwam één mineshaft tegen en die was helemaal geloot. Verder ben ik wel heel veel ijzer en kool sterker. Dus laat ik dat gelijk allemaal eventjes hier hatsenflatsen, hatsenpats omsmelten. Dat is wel echt heel fijn. Maar ja, dat is niet waar ik voor kwam, jongens. Ik kwam echt voor heel wat anders. Namelijk gewoon een zadel. Zadel. Onze heer Bram is online gekomen. Dus we gaan even snel naar Bram naar Kingdom Forden om. En een unbreaking boekje en een zadel over te kopen. Sinds wanneer hebben zij banners en vlaggen en zo? Oh nee. Koning Bram! Koning Walnut. Goedendag, heb je even een vergaderruimte waar we kunnen zitten? Zeker, volgt u maar. Wat een prachtige ruimte, maar we kunnen niet zitten. Laat u zitten. Ik zit de verkeerde kant op, Bram. Nee, we gaan wel staan. Ik keer hier met een offer en een deal. Oh. Oh. Ik heb één zadel en één unbreaking 3 boekje nodig. En weet je wat ik daar... Nee. En weet je wat ik bied? Niet zomaar eentje. Dit is Pieter. Pieter, de bijzondere rare axolot. Hij is wit met blauw. Dit zijn serieus de special axolotjes. Deze. Wil je hem? En als ik hem nou hier vermoord met een poos. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, we gaan hem niet vermoorden. Nee, ik wil ook bijbetalen natuurlijk, maar niet voor het zadel. Het zadel wil ik ruilen voor deze. Kijk wat wij nog over zadels hebben. Dat is ook nog wel een goeie. Ja, tijdens een oorlog zijn we veel verloren namelijk. Een oorlog! Ja, we zijn echt veel verloren. Hier weet ik niks van. Echt wel. Dat is het enige zadel, dat we nog hebben. Ah, ja, top. Zo, goede deal. Is dit een goede deal? Gast, een axel. Het is een bijzondere axolot. Het is niet zo simpele. Jullie hebben de betaling van Kwast nog niet eens eruit gehaald. Jawel, die hebben dat. Oh nee, dat klopt. Wat is Kwast? Dat moet je. Wat is Kwast? Kwast is. Geen beweging. Wat heb je gedaan hier? Wat heb je gedaan? Niks, er is toch niks veranderd? Wat heb je gedaan? Ik heb niks gedaan. Neem gewoon je 32 koperen munten. Ja, maar 32 munten voor Kwast. Wie is Kwast? Het is voor mij. Ja, wie heb je iets meegenomen? Ik heb niks meegenomen. Wil je 32 koperen munten of niet? Ja, maar wat? Hoe? Je geeft ons niet zomaar 32 koperen munten. Nee, voor Kwast. Ja, wie is Kwast? Kom, we gaan nog even kijken voor de inbreking. Nee, ho, hier. Waar, hallo. Waar... Die is Kwast. Ik verslik me. Dus, waar ligt, hier ligt een breking. Piercing. Zullen we even een deal, wie of? Is Kwast. Kwast is van mij! Ja, wie is waarom Kwast? Waarom denk je dat ik een zadel nodig heb? Wie is Kwast? Volgens mij gaat hij jezelf raken. Nee. Kwast, waarom denk je dat ik een zadel nodig heb? Ja, maar jij hebt dus gewoon een paard van ons gepakt. Nee, want jullie hebben nog evenveel paarden. Maar je hebt hem dus wel gepakt van ons. Nee! Je zegt net van wel. Geef mij omdat gewoon dus hoeveel kost een unbreaking boekje. Dat kost Kwast. Nee! Nee! Ik ga Kwast niet geven aan je. Heb je ook een name tag? Ja, maar die gebruiken we zelf. Oh. Nee, ik wil echt graag een inbreking boekje. Hier is Willem de Bruin. Willem de Bruin kost 7. Willem de Bruin. Heb je nu een naam gegeven? Ja, dat heeft Olaf gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Willem de Bruin. Hoeveel diamonds? Oh, 6 heb je nu. 6, prima. Dan. Als je, ja, ik heb nou nog niet het Unbreaking 3 boekje. Dat meen je? Dat heb ik nog niet. Ik zeg gewoon, onze emeralds zijn op. Maar waar is jullie ender chest? Zijn jullie, leven, ja, wat zijn jullie kingdom, niet superieur? We leven in een kingdom van hout, Max. We hebben geen ender chest. Hey, mijn kingdom is meer superieur. Net zoals mijn winkeltje. Die heeft ook een ender chest. Kingdom content is beter. Kingdom content. We zijn spoedig naar de toekomst aan het gaan. Prima. Weet je, ik wil dat je hierbij bent, Max. Wacht heel even. Kom maar. Ja, prima. Yes. Jullie weten dit niet, maar dit is het. En dan? Waarheen? Dan daar naar beneden? Top. Ja, is goed. Dankjewel, Bram. Ik verwacht een boekje spoedig. Dit is wat ik bedoel als ik zeg dat je belofte niks meer waard is, Max. Oh, man. Jongens, we hebben een zadel voor Kwast. Alle moeite is niet voor niks. Kwast, we kunnen eindelijk op je rijden. Waar ga je heen? Waarom wil je altijd ontsnappen? We kunnen op je rijden. Ja. Dit is superieur, jongens. We zijn het superieure kingdom. Kingdom content.
Kijk, nu voel ik me echt alsof ik in een koninkrijk ben met paarden en met een kasteel en weet ik veel wat allemaal. Reageer allemaal even. Ik hou van kwast in de reacties, want we houden van kwast. Ik ben benieuwd wanneer Bram mijn unbreaking boekje gaat bezorgen. Volgende episode gaan we trouwens verder met dit prachtige kasteel, jongens. Daar wil ik er een verdieping op gooien en dan bezig met de tweede verdieping daarop weer. Ik wil zo snel mogelijk de buitenkant af hebben, want dan kan ik alles van daar hierheen verplaatsen. En dan kan ik de hele interieur gaan doen. Gaat ontzettend veel werk zijn, maar ik heb daar zoveel zin in. Dat gaat zo leuk zijn, hè. Dat je dan allemaal ruimtetjes hebt, een eetruimte, een vergaderruimte, een armorruimte, een alles zit er gewoon in. Echt alles moet er in een slaapkamer. Ik heb er echt... Oh, gaat nice worden. Enige is wat ik al eerder zei, mijn steen is bijna op en dit steen is ook alweer bijna op. Hout heb ik nog wel genoeg, maar ja, ik moet mijn winkeltje ook eigenlijk weer bij gaan vullen. Trouwens, ik had heel veel hooi. Ja, ik wist het. Ik had hooi gekregen. En hier heb ik ook nog hooi van de waterdingetjes, die shipwrecks. Oftewel, ik kan kwast lekker wat hooi geven. Ja, dat vind je lekker, hè? Kom maar. 1, 2, 3... En hier nog één. Hoppakee. Kijk, nu is het iets meer een stal. Wil je een appel? Ik ga je een appel geven. Komt ie, hè? Een appeltje voor kwast. 1 en 2. Hop. Hij bedankt me niet eens. Hij kijkt niet eens mijn kant op. Stik erin. Ik hoop dat je het... Nee, ik hoop niet dat je erin stikt. Dit moet even belicht worden. Oh, ik heb nu genoeg ijzer om van die chains te maken. Oeh, laat ik even de eerste verdieping goed belichten van buiten. Oké, even kijken hoe ik dit ga doen. Kijk, zoals dit. Dat is toch clean? Gewoon even een beetje belichting op dit kasteel. Het is veel te donker altijd. Maar niet op alle punten. Er moeten gewoon een paar punten goed belicht zijn. Kijk, dat ziet er toch even een stukje gezelliger uit. Ook gewoon 's avonds dat het nu belicht is. Was zo donker van buiten, heet het dat kasteel? Dan voor nu, jongens, gaan we in het prachtige maanlicht onze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even en like even deze video. Heel hard liken. En dan spreken jullie later. Glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!